Oké, 9:30. Ik moet nog even de waslijn opruimen. En garage ingeruimd, stoelen, alles zit er weer in. Ik heb water bijgevuld, dan ga ik zo de wc legen. En dan kunnen we zo meteen op pad. Dan gaan we weer lekker vroeg op pad. Dan zijn we op tijd lager. Het is 130 kilometer, heb ik net gekeken. Dus. En dan had ik gisteravond contact met Jacob. En die vertelde dat bij die Tessa in Crevillent, waar hij zit. Prachtig mooi plekje als je dat op die foto's ziet. Hebben ze vanaf donderdag een plekje vrij. Dus hij zegt, als je wil, kom gezellig even bij ons. Ik zeg, nou, goed idee. Hé? Wat zeg je? Jacob, dat hij zei, donderdag hebben we een plekje hier vrij. Okay, ik zeg, nou, doe maar. Heb je gezien? Ja, ik heb gezien. Kijk, hebben we net alles opgeruimd en schoongemaakt. Ja. En dan komen weer die vogels. Oké, ik ga weer de wc. Oké, mensen, we gaan onderweg. We gaan eerst even tanken hier zo. Dat is wel nodig. Nou. Kijk jongens, ik was aardig leeg. Dus ik heb hier diesel getankt. Heeft die meneer, die heeft mij geholpen. En 53 liter. Dat valt me eigenlijk nog wel mee. Het is maar 53 liter, bijna 54 liter. Dat valt eigenlijk best wel mee, Mago. 72, 75? Ja. Nou, mooi toch? Ja. Oké, nou, we gaan even naar die Mercadona eerst, hè. Dit is het vervolg van de video.
fietste hier rechtdoor, dan zo. Ja. Bestemming bereikt. Oh, dat kwam me al zo bekend voor. Ah, oh, wat goed zeg. Vorig jaar. Ja. Oh ja, 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 ja. Kijk, daar staat een Nederlander. Twee. Huh? Een mooi tussensnaam. Hier hè. Oh joh, dat is een heel mooi fietspad en dat gaat naar... Bestemming bereikt. Naar Valencia. Waar ga je staan? Hier. Oké. Okay. Nou, dit is toch ook toevallig. Daar kwamen we dan daar vandaan fietsen. Ja, 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 ja. Wij stonden daar. Ja, jongens. Ik vond het al raar dat we helemaal geen... Nee, maar dat wij zo reden, denk ik... Ja, jij zegt, hier zijn we nog nooit geweest. Maar het kwam me al wel bekend voor. Ja. Wij stonden daar ergens. Ja, ik kan niet... Moet ik even... Af, want ik zie het niet. Kijk, de zon schijnt erop. Dus ik kan het net niet zien. En aan de zijkant blijven, hè? Niet erachter. Gracias. Ja, zo is goed, bro. Want we hebben daar op die, in dat plaatsje gestaan. Ja. Hoe heet dat dan? Doe eens even het raam dicht. Hij loopt met kaarsjes. Doe je kaarsjes ook? Wat voor kaartje? Kaarsjes. Oh. Kaarsjes. Oké. Okay. Nou, dat is ook toevallig. Nou, het is gelukkig goed droog. Ja, zeker. Nou mensen, zoals jullie kunnen zien. Kijk, daar staan we. Mijn hoofd zit lekker een boekje te lezen binnen. Binnen is warm. Ik zat daar buiten. In het zonnetje. En het was even heerlijk. Maar nou is het zonnetje weer gaan. Jeus. Kreeg ik toch wel frissies. Dat was echt een stuk frisser. Maar goed, ik zal even laten zien. Want dat is echt ongelooflijk. Moet je kijken. Het begint dus daar achteraan. Hè? Even kijken. Daar begint het. Zien jullie? En dan let op. Helemaal door daarheen. Nog verder. Zie jullie? Nog verder, daar achterin helemaal. En dan kijk, aan de andere kant, hier, ook. En dit wordt gedoogd. Er kwam net politie langs. Mijn gozer zwaaide naar ze en ze glimlachten en nou, ze reden weer door. Dus mega groot. We gaan lopen zo over naar het strand, dan kunnen jullie het even strand zien. Dat is leuk. Let op mensen. Ja? Mag gewoon, vertel. Hier vanmorgen, hier. Een vieze vogelenvlark en hier. Ja? En nou had jij een tip gekregen van met een nat... Ja, ik weet niet meer van wie, maar dat is echt een gouden tip. Een nat papiertje. Een nat wc-papiertje alleen. Nou, heb ik zo en dat bleef er mooi aanplakken. Dat blijft er aanplakken. Ja. Nou, 2 uur terug gedaan of zo. Ja. Kijk, en nou is het helemaal mooi weg. En nu... Wacht even. Nu gaat ze de... Haalt ze het eraf en het is meteen helemaal weg in één keer. Zonder dat je het beschadigt of wat dan ook. Nou, hartstikke goed. Jongens, wat een gouden tip. Ja, en dat is gewoon een hele kleine moeite. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, deze moeite. Nou, we lopen even die kant op, mensen, zo. Even naar het strand. Kijk dan. El Cid de Santa Maria. Ah ja. Christophus. Visit guide to Lani. Tourist information. Nou, leuk. Gaan we even de pier op. Die heb ik foto gemaakt voor je. Ja, 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 is goed iets zegt. Even voor Polar Steps, jongens. Kijk mensen, ik heb even de iPhone gepakt, want dan kan je het beter zien. Daar, even kijken hoor, even heen. Daar zien jullie de haven van Castellón de la Plana. En dan, als ik dan zo verder draai, terugdraai. Naar de andere kant, dus ik draai 180 graden om. Dan zien jullie daar, kijk, dat is de haven van Valencia.
Grappig, hè? Dit is de boulevard. Kijk, en het grappige is, want daar staat Mago en die zegt van, ik ga eventjes workouts doen. Daar heb je weer zo'n workoutstation. Kijk mensen, de zee die is hier een beetje... Zien jullie dat? Het is niet echt helder als je dat omslaat. Een beetje roodachtig. Oh, wacht even, ik zal het even met de iPhone pakken. Let op, kijk. Zie je? Ja, kijk. Een beetje rood. En weet je wat nou het vreemde van alles is? Let op, hoor. Kijk. Zie je? En weten jullie wat dat raar is? Kijk, als ik nou aan de andere kant ga hier. Kijk. Dat is mooi gewoon. Heel mooi wit. Niks aan de hand. Dan moet ik even kijken hoor, want nu ben ik mijn hoofd waard. Even kijken. Oh, die is aan het filmen dat bordje van die pharmacy. 15 uur 17, 16 graden. En dan lopen we hier dus langs de kant van de weg mee. Ze moeten hier nou eens kijken. Even wachten hoor, kijk eens. Ah, dan denk je. Daar kan ik me van Curaçao ook heel goed herinneren. Weet je nog dat we daar de eerste keer heen gingen? Ja. Ook zo'n troep was. Kijk. Dit is toch niet meer van deze tijd? Nee, dat is niet meer van deze tijd, nee. Nee. Zullen jullie zien. Zie je die hele mooie bergen? Ja, nou, die berg op de achtergrond. Hè? Ja, en dan heb je dat. Je zou toch, als je dat toch zou doen, dan schaam je toch je ogen uit je hoofd. Maar ja, oké. Oké, mensen, jullie zien het. Het is jammer een beetje bewolkt. Ja. Dat is wel jammer. Ja. We zijn weer terug bij de knaus en... Temperatuur is al een stuk beter. Zo, echt wel. 16 graden hier. En dat was... Heerlijk. Ook zal even kijken. Misschien was die foto nou gelukt bij die farmacie wat jij gemaakt hebt? Ja, moet ik even kijken. Nou ja, dan kunnen we eventueel jouw foto gebruiken. Ja. Hé, hey, Mago, maar zullen we nu even afsluiten? Dus een korte video voor de mensen, dat ze weten hoe het onderweg zijn. Ja, daarom. Morgen gaan we weer 100 kilometer verder. Ja, Denia. Ja, had het over een andere plaats hier. Nee, Moreira. Maar de Moreira zijn we wel eens geweest en in Denia volgens mij nooit. Ja, want die plaatsnaam dus, komt me wel bekend voor. Moreira is dat hele grote parkeerterrein waar toen die markt was. Want naast ons stond er toen zo'n kipkraam. Dat ik de hele dag met water in mijn mond heb gelopen zo. Kip en aardappeltjes. En nu... maar daar zijn we al geweest. Dat is niet leuk. Nou, en, maar in Denia, dat is er 20, 30 kilometer ervoor of zo. Daar zijn we volgens mij nog nooit geweest. Dan gaan we daar kijken. Goed. We zien het. Oké. Mensen, tot de volgende vlog. Hoi. Doeg.